Waar het die liefde vir en onderrig in muziek begin? Ek dink dat ek maar heel die verhaal by die heel begin begin. Namelijk, ek is gebore op 25 April 1934 in Parktown Noord in die huis 13e laan nummer 13. En daar het ek groot geword in 'n gesin waar in muziek een belangrike rol in ons leven gespeel het. Ons het baie keer saam muziek gemaakt, gesing en spontaan muziek gemaakt. Ek was van kleins af gretig om self te kan speel. Een specifieke instrument? Ek sal nou daarby kom. Ek was, soos ek sê, op school. Ek het in 1940 in graad 1 gewees in Janselier Laerskool in Johannesburg. En in daai tyd het ons 'n klavier gekry. Ons het eers 'n traporgeltjie gehad in die huis, maar die is toe ingeruil en het ons toe 'n Steinway regop klavier gekry. En dan het ek in die middag, as ek van die skool afkom, dan gaan sit ek voor die klavier en tokkel. En soveel dat ek tot in die middag, as my twee susters van die werk afkom, dan sit ek nog daar aan tokkel met my boeksak op my rug, eers om afgehaal. Dan wil ek ook net byvoeg, ons was 'n gesin van 8 kinders, ek was die tweede jongste. My tweede suster het besonder in sang belang gestel, het self gesing. Ek onthou, omtrent in 1941 het sy in Johannesburg in die stadsaal gesing Reger se Marian Wegen lied. Toe was sy die wenner van die sangafdeling in die kunstwedstryd en het die groot beker gekry. Maar in elk geval, daar was toe nie vir my geleentheid om op daardie stadium muziekles te kon neem nie. Die geld was sekerlik nie daar nie en die moontlikhede ook nou nie. Maar in elk geval toe was ek in Janselier skool en daar het ek hulle uit my lewe op as musicus eintlik grondslag gegee. Hulle het vir ons films daar gewys oor komponiste. Onder andere oor Beethoven, oor Handel en Chopin. En dit het my baie innig geraak. In soveel sin, onder andere Beethoven se Opus 13 klaviersonate. Die patetiek. Daar die eerste keer gehoor, vir al die stadige deel, was my die mooiste muziek wat ek kon hoor. En juist my sister wat gesing het, het by die SAIK gewerk in daardie jare, en dat sy een keer van die gebreekte plate huis toegebring. En toe sy een keer een plaat met een haap uitgebring, ons het een tuinjong gehad wat een grammofoon gehad het en hy het my die plaat gespeel en kan jy glo, dit was Beethoven se Opus 13 klaviersonate se stadige deel. Dit was vir my die wonderlikste wat ek ooit in my lewe kon ervaar. En ek het begeerte gehad om dit enig self te kon speel. Dit was werklik by my 'n drang, die muziek. Ek het byvoorbeeld, ek onthou saans by 'n lesenaar gestaan en gedink ek te regeer een groot orkest. In elk geval, daar was nie moontlikhede vir my as om les te neem op daardie stadium nie. Toe het ons verhuis na die Westrand en in Ontdekkers gaan bly. Die bure ook aan die straat se dogter het toe muziek les geneem in Rodepoort, by juffrou Meyer. En met die het ek toe nou ook daar geland, gelukkig. Kon ek toe begin les neem toe ek 9 jaar oud was. Ek het van die môre tot die aand klavier gespeel. Ek onthou byvoorbeeld, ons het 'n hond gehad, Oogis was sy naam. Dit is vernoem na 'n bekende Bobbejaan, daar was 'n boek oor Oogis, storyboek. Maar in elk geval, my ma het altyd gesê, as hy mense kry en sy baie op haar senuwees,
dan stap Oogis die huis, hy was nooit in die huis toegelaat nie, maar als daar mense kom, dan neem hy sy kans waar, dan stap hy die huis, en hy nie gaan sit voor die klavier. So dit gegaan, ek het baie klavier gespeel, en alles wat ek in die handen kon kry, het ek geblad lees. Bijvoorbeeld in Johannesburgse openbare bibliotheek het ek gaan musiekboeken uitneem van bekende componiste en dit geblad lees. So ek het van jongs af baie geblad lees. Soos ek sê, toe het ek by juffrou Meyer in Roodepoort les geneem, maar sy is toe later terug naar ouerhuis toe in Natal. Toe het ek in die laat 40er jare of later 40er jare geleentheid gehad om by Horace Baarten in Johannesburg te kon les neem. Dat ek elke keer met die trein moes inry en daar gaan les neem by hom. Was dit kort nadat hy in Suid-Afrika gekom het van Brittanië? Ek weet nie hoe lang hy hier in die land was toen nie, maar hy was een van die bekendste saam met Adolf Hellis en Isidor Epstein. Hulle drie was die belangrike klavieronderwijsers in Johannesburg. Hy was goed bevriend ook met Betty Peck, die cellist, en so het ek haar ook leer ken, hierom. Want Horace Baarten het die gebruik gehad dat hy sy leerlinge, of sy uitsoekleerlinge, noem ek nou maar so, in Johannesburg moes speel. Ons het bijvoorbeeld by eenkomst in een hotel in Johannesburg, het ek een aand gespeel. Ek het van McDowell concert het die daar uitgevoer, en daar was Betty Peck toe ook teenwoordig. Toe kon ek met haar ook sels. En later, min wetende, het ek toe saam met Betty Peck ook concerte gegee. Elk van by Horace Baarten het ek ontzettend baie geleer. Hy was een bekende componis, baie bekwame componis, en ek het by hom begin om harmonie te neem. So hy het my die grondslag geleef vir dit. Ek het baie van Chopin's etudes gespeel, Beethoven sonatas, noem maar op. So ek het een baie breë repertoire gekry toe ek by hom die les geneem het. Johan Potgieter, wat later hoof was van UNISA se muziekafdeling, het in die selfde tyd ook by hom les geneem. En nou, en aardig genoeg, toe ek later my doktersgraad gedoen het, moes ek een mondeling gaan aflê in Pretoria, en dit was toe juist by Johan Potgieter. En daardie dag sê hy toe vir my, hy het in daardie jare net na my les geneem by Horace Baarten, my altyd hoorspeel en gewens, hy kan een dag ook so speel. Met my doktersgraad, mondeling het hy dit vir my gesê. Maar in elk geval, so, toe ek aan matriek was, of, ja, net aan die begin van my matriekjaar, is Horace Baarten oorlede. Wat eintlik vir my baie moeilik was, toe moes ek nou by iemand anders gaan les neem, maar nie te min. In die jaar daarna, het ek toen naar Potchefstroom toe gekom om hier te kom muziek studeer. Was daar een specifieke rede hoekom jy juist Potchefstroom toe gekom? My tweede broer, soos ek sê, was in Potchefstroom. Hulle het Latijn studeer aan die ag doseer aan die universiteit. En ek het toe by hulle geblei in my studententyd. Ek sê. En hulle was hier op universiteit, so dit was eintlik maar ons universiteit gewees. So daar was nie sprake dat ek iewers anders sou gaan nie. Daarom het ek hier naartoe gekom. In daai tyd, in my tweede jaar, het ek al reeds die voordraers essentiate van UNISA en van Trinity College gespeel. So het my klavierspel het goed aangegaan. Toe het ek my BMS graad gekry, goed gedoen, ek wil dit nou nie sommer sê nie, maar in elk geval harmonie, kontrapunt en kompositie, alles met onderscheiding en sovoorts, en die praktisch ook. Maar in elk geval, toe het ek een honneurs graad gedoen, BMS honneurs, en aan die einde van daardie jaar laat die rector van die universiteit my kom, vraag vir my of ek belangstellende posie by die universiteit. So? Dit was 1955. So met ander woorde, ek het nooit aansoek gedoen vir 'n posie.
ik voel nogal afgeschreven daardoor. dat ik nooit kon aanzoek doen en dat ik nooit weg was ook van Potsdam. Ik was toe van toe af nog al die tijd hier. Van 1956, begin 1956, heb ik klas gegeven op de universiteit. En je hebt die doktersgraad in Duitsland gedaan? Ja. Hoe kom je uit Duitsland? Kijk, mijn mede-docent Attie van der Walt, die hoofd toe van die muziekdepartement later was, hij heeft in Duitsland studeerd en in Keulen zijn doktersgraad gedaan. En een van zijn studenten en maats was professor Hirschen, Heinrich Hirschen, wat later hoofd was van die muziek in Marburg in Duitsland. En zo heb ik met professor Hirschen in aanraking gekomen en dat was toen maar logisch dat ik bij hem ging studeren. En je doktersgraad zou aanvankelijk oor Hubert de Plessis geweest zijn? Ik heb in de jaren voor dat, ik heb lang verlof gehad in 1963 en heb ik begin studeer aan navorsing doen oor Hubert de Plessis. En toen heb ik in die strand gaan woon en toen omtrent dagelijks bij Hubert de Plessis huis geweest en samen met hem al zijn, minstens al zijn liederen, degelijk studeer en doorgegaan en met hem goed bevriend geraakt natuurlijk ook, als mens, met ons gezin. En zo heb ik toen waarom eigenlijk schrijf. Maar toen besluit ik nu om Duitsland toe te gaan. Ik vind toen dat ik krijg niet tijd voor navorsing. Daar is te veel dingen. Weet, concertverplichtingen en werk en wat niet als niet. Als ik werkelijk wil ernstig studeren, dan moet ik verlof nemen en wegkomen. Ja. En zo die gedachte te ontstaan om Duitsland toe te gaan. En zoals ik zei, professor Hirschen, wat nu bekend was, daar was de Harry Hoof. En toen zou ik aanvankelijk verder gaan werken voor Hubert de Plessis, maar wat is die zin daarvan om voor Afrikaanse componist in Duitsland te gaan studeren? En toen heeft hij die thema voorgesteld dat ik oor die passie toonsettings in Duitsland in die Duitse spraakgebied schrijf in die 20ste eeuw. En dat was toen die onderwerp van mijn doktersproefschrift. En dit is in Duits gedoen? In Duits moest ik het schrijven. En in die tijd moest ik natuurlijk daar bijvakken bij doen. En ik het verschillende seminaren moest ik toespreken, moest ik redes vooruit, onder andere over die opera in Venetië in de 16e, 17e eeuw, over die liederen van Schumann, Schubert, enzovoorts. So ik het hele ondervinding gehad wat dit betreft, en dat moest ik natuurlijk alles in Duits doen. En het nou genoem oor die vriendskap met Hubert de Plessis. En ja. Ek weet dat het ook baie korrespondentie gehad met briewe en so. Wat ja. sou hy tipies ook beskryf oor sy musiek in die briewe? Ja, hy het deeglik daar. Kyk, wat ek ook moet sê, ek was van voor ek Duitsland toe gegaan het, was ek direkteur van Suid-Afrikaanse musiek hier by die universiteit. En was ek verantwoordelik vir die uitbouwing van die Suid-Afrikaanse biblioteek. En so het ek daar baie met Hubert de Plessis in contact gewees om sy muziek so volledig en moontlik hier te kry. Kopieën daarvan te kry. Ja. Dit was net Hubert, maar ek bedoel die ander Suid-Afrikaanse componiste ook. En dan later natuurlijk David Engela het ons sy volledige manuscripte ook gekry. Enzovoorts. So, gepraat van die werk as komponis, gedurende hierdie tyd en wat u ook het u ook self gecomponeer. En dit was 'n tyd van die ontwikkeling van kunstmusiek in Suid-Afrika kort nadat Arnold van Wyk die baan geweg het met die eerste Suid-Afrikaanse komposisies. So, hoe was die komponiste wereld in daardie tyd gewees? Wel, Arnold en Hubert en Stefan Scrobeer was die drie vooraanstaande componisten. Daar was nou heel wat ander, maar die hoof van ons departement, toe ek studeer het, was professor M.C. Rode. Hy het ook heel wat composities self geskryf. Toe hy oorlede is, het ons beters bijvoorbeeld een aand van sy composities concert gelever. So hulle was allemaal vooraanstaande componisten en bedrewe in harmonie en kontrapunt. Weet ja. Hulle was, hulle kon muziek skryf. Ja,
daar was nie baie komponiste in daardie tyd gewees of Suid-Afrikaanse komponiste nie. Nee, nie so baie nie. Maar daar was werklik kwaliteit werk. Dan moet ek nou sê, in daardie jare, soos Arnold en Hubert, het in Engeland gaan studeer, eintlik. Hulle kompositiegrondslag eintlik in Engeland gekry, en nie hier soveel nie. En dit is iets waar ek gewonder het, is waar sal een mens dan jou inspiratie as een student in daardie tyd vandaan daar krijg? Daar studeer en van hulle werk is daar gepubliseer. Ja. So hulle het buitenlandse contacte gehad. So het studenten op daardie stadium ook bijvoorbeeld composities van Hubert de Plessis en Stefan Schroewe bestudeer? Of was dit nog nie? Wel, ek het een punt daarvan gemaak om dit te doen. Na ek nou begin klas gee hier, het ek baie daarop geconcentreer. Ons het jaarliks of meer keer een jaar specifiek composities van Suid-Afrikaanse composiste uitgevoer. Heel wat van Arnoldse werke en van Hubert de Plessis werke onder andere. Goed. Bijvoorbeeld, toe die conservatorium gebouw in 1960 ingewy is hier in Potchefstroom, toe het ons een week van concerten gehad van beroemde componis, uitvoerders uit die buitenland, het hier opgetree in die week. Betsy de la Porte het ook uitvoering gelever, onder andere van Arnold van Wyk, die van liefde en verlatenheid cyclus het sy gesing. Dan in die laaste aand van die week, die saterdag aand het die SAIK orkest hier kom speel, Anton Hartman het gedirigeer, en ek was die solis, en ek snaaks nie, ek moes op die klawe simbel, die Heidense concerto in die manier uitvoer. En daar is ook een opname, weet ek, van daar die... Ja, ek het een opname daarvan, en op diezelfde concert het Cecilia Wessels, wat toe die vooraanstaande Suid-Afrikaanse sopraan was, het Wagner operas in Bayreuth onder andere gesing, het sy ook hier gesing die aand. Ek en sy moes saam toe Johannesburg toe ry, in daar die week voor die tyd om te gaan oefen met die orkest, en dit was een belevenis om saam met haar te wees. Sy was een baie sprankelende mens, humoristisch en baie sprankelend, het was een genot om saam met haar te werk. En die courante in die 60er jare het hulle heel wat geskryf oor die see, iemand kon see, wat tesame met Piet Koornhof en Christa Stein bekend was as die wonderkinders. En ek weet nie, het ook muziek vir hulle geskryf as jong uitvoerders. Ja, kyk, ek sou toe in Duitsland gaan studeer, die planne was gemaak in 1968, het was hier Augustus rond, maar voor dit was die oude kunstwedstrijd in Johannesburg, die Afrikaanse kunstwedstrijd, en Piet en Newman en Christa het op daardie stadium reeds saam muziek gemaakt, saam gespeel. En kyk, hulle was nou jong kinders van 8, 9 jaar oud, en hulle sou toe trio in Johannesburg by die kunstwedstrijd gaan speel, maar hulle die bestaande trio's soos van Haydn en Mozart was op daardie stadium nog te moeilik. Toe het ek vir hulle klassieke werke geskryf wat hulle toe kon uitvoer, wat hulle toe in Johannesburg gaan speel het, en hulle kry toe die beker vir die beste kamermuziekgroep op die kunstwedstrijd. So, en dit was in die open afdeling? Ja. En ek het heel wat van die harmonisaties in die psalmboek en ook in die liedboek van die kerk gesien. En wat baie treffend daar was dat daar is een baie duidelike kenmerk in die harmonisaties van die stijl. En ek het gewonder, hoe bring mens jou stem uit in iets soos een vierstemmige harmonisatie wat baie reëls het? Ja, dit is moeilik. Wat ek net wou bysê, na ek van Duitsland af teruggekom het in 1970, kort daarna is ek toe benoem op die vir die hersiening van die psalmboek om een jaar verlof te neem, en toe het ek in Pretoria gewerk saam met Willem Matlener en Pieter van der Westhuis en van Stellenbos, wat die drie kerke verteenwoordig het, het ons toe saam gewerk aan die hersiening van die psalmboek, en waar moontlik of waar nodig moes ons psalmmelodie skryf, self skryf, en uiteindelik moes ons die psalmboek in sy geheel harmoniseer, wat ons toe ook gedoen het. Maar ons het baie spesifieke reels gehad daarvoor. Ons wou dit so eenvoudig as moontlik hou, die harmonie,
net die drie klank akkoorde, geen tussendoor dominante nie, met alle woorde nie kromatiese harmonie of kleur gebruik of wat ek al nie, dit was mis net die gemeentesang ondersteun. Goed. Daarom is dit nie miskien een weerspeling die harmonisaties van een mens' stijl nie, dit is meer streven om dit so eenvoudig as moontlik te hou. Goed, ek sien, en dit was in die het dit in Potchefstroom gebeur op daardie stadium? Of het hy reeds hier geblei? Want nee, Potchefstroom is immers die plek waar dit geblei, maar ek moest toe ek kan nie onthou hoeveel ek in Pretoria gaan werk saam met hulle, wat wekeliks was, ek kan nou nie precies sê nie, maar het was gereeld. Want dat ek nie, Potchefstroom is die plek van waar dit hier toete immers geblei het en Toosjes was hier. Ja. En ek dink dit het toch een invloed, of dit was belangrik om ook te weet dat hy in hier dorp blei Ja. Onder die digters. Ja, ja. Nee, dis reg. Het jy ooit saam met hulle gewerk? Nie saam, ek het Toosjes geken, natuurlik T.T. Kloete ook, goed geken. En ek het albei van hulle gedigte van albei van hulle getoons het. Ja. Later. Ek het 'n besondere band met hulle gehad. As ek dink aan Toosjes byvoorbeeld, in 1942 het ek hom reeds ontmoet as jongkind. Het hy my broer, my oudste broer wat theoloog was, het hy getrou in Heilbron. Hy en sy vrou was daar gewees. Ek sien, en gepraat van die toonsetting, ek het heel wat van die koorwerke en liedere al gehoor en opnames van dit, en van die liedere is ook onder andere deur Elisabeth Heinz en Rina Hugo opgeneem. Ja. En ek het die indruk gekry dat hy 'n voorkeur het vir vokale werke. Ek het, want vir my is die woord inspirasie en die liefde vir die woord. Nou moet ek ook by sê, ek kan nie enige woorde toonset nie. Ek moet een besondere aanvoeling of verband hê met daai. Dit moet tot die spreek. Ja, ek sien nie kans om enige gedig sommer te toonset nie. Dan, dit moet iets deel wees van my. Ja. Anders kan ek dit nie doen nie. En so die jare het dit nou so gekom dat ek vokale werke moet skryf. Byvoorbeeld my kompositie vir Beemus wat ek al skryf, was een vokale werk, een koorwerk, wat later ook in Rustenburg uitgevoer is deur Derek Okse, die violist het dit, was toe een koorleier daar, hy het dit uitgevoer, ek het dit nooit gehoor nie, maar dit was my Beemus kompositie gewees. En toe het ek opdrag gekry in 1959, toe die gereformeerde kerk een eeuw uit gewees, die groot feestviering was in Rustenburg, toe het ek opdrag gekry om 'n kantate te skryf vir daardie geleentheid. En dit het ek gedoen. Die woorde is geskryf deur P.W. Buys. En ons het ook baie saamgewerk. Wat kan ek nou nog sê? Ek het daaroor gelees in die doktersgraad wat deur Martin Ryan geskryf is, oor die musiek van Rustenburg. Ja. En ek weet dat dit onder andere daar genoem word. Ja. Maar jy het ook vir 'n ander eeuwfeest in 1969 van die universiteit. Dit was die universiteitse eeuwfeest. Dit was net voor ek Duitsland toe is vir studie, het ek die opdracht gekry om een liedere te skryf, wat waarschijnlijk door Mimi Koetse gesing sou word. In die geval, ek is toe weg, ek onthou nog die aand toe ons vertrek uit Duitsland toe, toe ek hier nog gauw die gedigte by mekaar gekry en ingepak, want ek moes dit toe nou in Duitsland gaan skryf, daar was nie tyd, om het voor die tyd te doen nie. So ek het die liedere toe uiteindelik daar gecomponeer en toe gestuur hierso, en dit is toe, ek het die program hier, is toe ek dink in juni of wat ook al van daardie jaar 1969 hier uitgevoer in 'n konsert. Ek het dit nou nie gehoor nie, en Mimi het dit toe nie, kom sing nie, ek weet nie hoe kom nie, maar in elk geval Elisabeth Heinz, wat hier sang dus, en wat sy die eerste uitvoering gaan doen. En was dit moeilik om dit in Duitsland te skryf en die omstandighede was moeilik. Ek moet sê, ek het soveel as ek moontlik, ek het nie 'n klavier gehad nie, en die woonstel was geblei het natuurlijk nie. Ek moes ver loop na die saal toe waar ek het eindelijk toe gaan werk het. So ek het in my gedagtes uiteindelik uitgedink, sal ek nou maar sê, die woorde bestudeer en uitgedink, en dan, as ek by die klavier kom, dan kon ek die dinge uitprobeer, maar moeilik, want daar was toegang vir studenten, hulle kon allemaal daar op die verhoog, byvoorbeeld het hulle ene
Franse hoorn geoefend, staan geoefend terwijl ik componeer. So dit was niet makkelijk, nie, maar ik heb het voltooi daarin gestuur. En dit het my besonder na aan die hart gelê, en alles wat ik daar geskryf het, dit is nu tonale muziek, maar dit is soos ek voel en ek, dit is soos ek die gedigte ervaar. En jy is nie net een componist nie, maar ook een begaafde pianist, en ek weet dat John Coulter het ook werke geskryf vir cello en klavier, wat later die, specifiek vir jy en die man geskryf. Ja, hy het een sonate, of twee sonates eindelijk geskryf, maar die een specifiek aan ons opgedra, wat ons toe in Pretoria aanvankelijk gaan uitvoer het, toe Human in die internationale strijkcompetitie in Pretoria gespeeld het, was dit een van die werke in die program, en hy het toe een speciale toekenning gekry, want dit het sonder indruk gemaakt vir Sari uitvoering. En ons het dit toe later by die radio gaan opneem ook. En jy het ook al reg oor die wereld gereis, en jy is een vooraanstaande kunstversamelaar. Wat er invloed het hierdie reise en kunstwerke op die muziek gehad? Op my as mens natuurlijk, ontzettend baie, altyd belang gestel in mooie dinge, in kunst, altyd een aanvoeling daarvoor gehad, dit was nou deel van my musicaliteit, sal ek sê. Aanvoeling vir die fijnere in die lewe, en moet ek ook sê, op die skepingsvermoe wat die mens het. Ek het een muzikale skepingsvermoe, en dit kring weier uit as net muziek. Dit is ook in kunst. Ek kan dit altyd waardeer in enige kunstwerke. Bewonder ek die handwerk en die kunst en waaruit dit gekom het. En ons sit nou vandag hier in die lieflike muziekkamer van u, wat voorheen Pieter de Villiers sy huis was, en hierdie was die muziekkamer wat hy gebou het, en in hierdie hoek is waar, soos jy sê, waar die boerneef liedere ontstaan het. Hier waar ons nou sit, het hy dit vir my die eerste keer gespeel. Toe het hy begin met kompositie op daai stadium, hy het nie voorheen eintlik vreselik gecomponeer nie, en hy het vir Betsy Delaport die 7 boerneef liedjies geskryf, wat hy aanvankelijk die 7 love liedjies genoem het. So, hier waar ons nou sit, hier het hy dit vir my die eerste keer gespeel. Dit is besonder. Dit was my besondere eer, en hy het baie daarna heel wat nog componeer, meestal ook vokale werke, want dit was sy sterkpunt, hier en daar klavierwerke en so. En jy het 'n besoekersboek wat getuig van baie kunstenaars, musikante en mense van reg oor die wêreld wat die huis al reeds besoek het en wat hier aan huis was, en het, sou jy sê dat enige van daardie mense ook invloed op die muziek gehad het? Ja, ek moet sê, want miskien wat ek eerst kan noem, die eerste fluitspeler van die Berlijnse Philharmoniese Orkest was hier gewees, ook by ons aan besoek, en omdat ek toe goed kon blad lees, het hulle my gevra, hy toe sou toe uitvoering hier gee, maar niemand het kans gesien om die werke wat hy so speel, so vinnig in te studeer nie. Toe het ek dit gedoen, ek het saam met hom gespeel die aand, en hy het ons ook hier by ons huis besoek. Ek het nou sy naam nie hier by my nie, maar ek sal het kan wys in die besoekersboek. Dit was 'n besondere eer en 'n besondere ondervinding om saam met hom te kon speel. En is daar enige raad wat jy vir jong komponiste sou wil gee? Jy moet leer om konkrete, goed gefundeerde muziek te skryf. Jy moet die handwerkskuns kan beheer. Ek dink daar was toch 'n beweging waar daar baie konseptuele aspekte in die muziek begin beweeg het. Ja, en ek weet, maar dit is my verkeerde benadering, begin by die verkeerde kant. Begin by die traditie, by die traditionele, en ga van daar af aan. Dit is my opvatting, en skryf iets wat logisch is. Logika is baie belangrik in enige muziek. Het sy modern of nie modern nie. Logika en oorsigtelikheid, vormbeheersing, is baie belangrik. En dan die prinsiep van herhaling, is baie belangrik. Jy ding hier skryf en jy laat hom dadelijk later weer hoor, of wat ook al. Verstaan? Die wenke is baie belangrik in enige muziek. En die rol van analise in kompositie?
analyse is baie belangrik. Maar wat ek net ook wou sê, ek het dit nou geskryf, ek sal dit later gee, is dat die muziek tot die 20ste eeuw was gebaseer op die toonsysteem soos ons het geken het, halftoonsysteem, met die verskillende toonlere wat daar uit voortgekom het, die major, minor toonlere, die chromatische toonlere en wat ook al. Dit was die basis van alle muziekcompositie. Voor dit was dit die kerktoonaarde bijvoorbeeld, in die middeleeuwe. So dit is een selectie van tone uit die groot moontlikheid van klanke wat mens kan gebruik. So dit is wat die componiste gebruik het, niks buiten dit nie. Ja. En daarmee moes hulle alle muziek skryf. Die raamwerke was sterk. Dit is een wonderwerk om te denk hoeveel muziek en hoeveel wonderlijke muziek is daar geskryf, net met die beperkte aantal tone. Ja. Hoe werk dit? Dit gaan mense verstand te boven. En dit is die wonder van muziek? Ja, dit is die wonder van muziek. Maar nou in elk geval, in die 20ste eeuw kom daar dan meer moontlikhede, die elektronische muziek. Wat nou baie weierspreking van klank moontlik maak. En wat is die gevoel oor die gebruik van technologie en muziek? Technologie as sulks keer ek nie so goed nie. Die elektronische muziek wel, want dit open vir mens nuwe klankwerelde. Dit kan sinvol gebruik word, saam met meer traditionele werk eind natuurlijk. Wat ek net wou sê, in die 20ste eeuw het Schoenberg bijvoorbeeld met die 12-toonsysteem probeer om buiten dit te gaan, die traditionele te gaan, die toonrye daar te stel, maar dan is het nog net daai beperkte aantal tone wat bruikbaar was. Maar die elektronische muziek maak baie meer moontlikhede, stel baie meer moontlikhede daar. Maar om net bloot technische middel te gebruik, soos baie mense nou op een rekenaar sit en composities saamflans, dat neem die siel uit die muziek, vir my. En ek denk wel die mense wat suksesvol gewerk het met elektronische muziek, soos John Cage, ek weet van sekere van sy composities, wat gebaseer was op elektronische en wiskundige beginsels, het vir maande lang voorbereiding gedoen en sketse gemaakt vir van sy elektronische composities, voordat het uiteindelik elektronisch opgeneem en uitgevoer is. Ja. Ja, nee, dit is sekerlik moontlik, maar mens moet oppas vir daarvoor. Dit is waarom ek nou steeds gesê het, begin by die basis, by die traditionele. Ek wil nie sê, mens gaan nie vandag weer skryf soos Mozart nie, dit is natuurlijk verby. Dit spreek vanself. As een mens nou tonale muziek nou nog skryf, dan is dit soos ek, wat voel dit pas by die gedig, wat ek toon sit. Ek wil dit so skryf. Ek doen het doelbewus so, want dit geef vir my die gevoel van die gedig weer, nie niks anders kan dit vir my doen nie. Ja. Dit is waarom ek dit doen. Maar dit is nie dat ek wil hee, dit moet muziek wees vir die nageslag nie. Want ek weet dat dit is verouderd. Ek denk toch dat dit hou verband met muziek as een manier om jouself te verken en uiting te gee aan. Ja, kijk, Debussy het dit ook besef, daarom het hy die impressionisme in die muziek gebring eindelijk. Ne? Hy het uit buiten die klanksysteem eindelijk gewerk eindelijk, of gegaan, wat sy klankcombinaties betref. So hy was eindelijk een pionier in die verband. Kan ek net nog iets bijvoeg? Natuurlijk. Ek wil sê, my doktersgraadstudie oor die passie, my uitgangspunt, dit is nou die inleiding van my werk, het ek nou geskryf oor twee aspekte by muziekcompositie, wat vir my belangrik is namelijk die funksievorm en die uitdrukkingsvorm. Dit is twee aspekte wat mense in gedagte beneem. Die funksievorm is meetbaar, dit is die note, die combinatie van note, die skryf van melodie en al die. Maar die uitdrukkingsvorm is dit wat daar achter sit, is die emotie, die uitdrukking. Die een is meetbaar, die funksievorm is meetbaar, jy kan dit meet. Dit is interval van een kwart en een kwint en wat ook al. Die uitdrukkingsvorm is minder moontlik, of minder, is meer beskryfbaar, of omskryfbaar. Ek verstaan. Dit is die uitdrukking. So, dit is twee belangrike dinge vir my in kompositie. Is dit ook wat verband hou met die kuns van die oor? Ja, ek dink so. Goed. Ja. Professor, baie dankie vir die tyd.
ek moet sê in die 10 jaar wat ek hier al ken en die vrou mevrou Katoe is dit baie lekker om altyd hier te kom kuier, lekker koppie tee te kom drink en ek het elke keer baie van u geleer, het my baie geïnspireer met 'n wonderlike kunsversameling. U het baie van my komposisies en uitvoerings konstruktief en krities vir my raad gegee en ek waardeer dit werklik en dankie ook vir die tyd om vandag vir ons 'n stukkie van u baie lang lewe en 'n lewe waarin baie goed gebeur het in 'n kort tydjie op te som en van te vertel.